Nou, het betekent dat Rotterdam en Den Haag alleen maar nauwer gaan samenwerken en 24 gemeenten in de beide stadsgewesten. Het betekent beter openbaar vervoer, meer verkeersdoorstroming. Het is heel belangrijk ook voor het Westland. Het is belangrijk voor onze economie. Het gaat uiteindelijk om werk in dit deel van de Randstad. Dat betekent dat u een vreugdedansje heeft gemaakt afgelopen vrijdag. Ik was inderdaad heel gelukkig met de mededelingen die uit de ministerraad kwamen. Maar ja, zoals u weet, het moet allemaal dan ook altijd weer een keer opgeschreven worden. Er moet een nota komen en ja, daar wachten we wel op. Voordat we gaan hebben over nota's en andere zaken, heel concreet, wat ga ik daar nou van merken van die samenwerking tussen Rotterdam en Den Haag? Dat gewoon de vervoersstromen beter worden. Dat voor wat betreft de economie in die beide steden en die beide gemeenten om die twee steden heen, dat die economie verbetert. Onderwijsgebied hebben we grootse plannen om de drie universiteiten die we hier hebben, Delft, Rotterdam en Leiden, verregaand met elkaar te laten samenwerken. En in die end gaat het mij inderdaad en ons, Rotterdamse burgemeester ook, om werk over 10, 15 jaar in dit deel van de Randstad. En de race is gelopen. U bent er nu helemaal klaar mee en klaar voor? Wij zijn er klaar voor. De twee stadsgewesten zijn er klaar voor. Maar ja, het kabinet moet nog wel een keer zeggen, wij steunen dit, wij staan erachter, wij gaan jullie helpen. Nu ligt er nog wel een koppeling met iets anders. Kunt u dat uitleggen? Nou, dat is de hele discussie over wat gebeurt er in de noordelijke Randstad. Nou, het is een heel ingewikkeld verhaal, maar ik hoop niet dat het één weer afhankelijk van het ander wordt gemaakt. 24 gemeenten in dit deel van de Randstad willen samenwerken. De gemeenten rond Rotterdam, rond Den Haag zijn enthousiast voor de plannen, snappen dat dat voor de inwoners van belang is. En ik hoop dat het kabinet zegt, goed idee, dat steunen we. Maar er is nog één tegenstander. De provincie denkt niet zoals u denkt. De provincie heeft het er moeilijk mee. Enerzijds begrijp ik dat wel, maar anderzijds hebben wij gezegd, de Rotterdamse en de Haagse regio, werk nou met ons samen. Eigenlijk krijgt u ook een invloed op ontwikkeling in die zuidelijke Randstad die u op dit moment niet helemaal heeft. Dus ieder wint erbij. Nu is het zondagmiddag, staan we in de studio van Omroep West. U bent hier speciaal naartoe gekomen. Dat geeft aan hoezeer het voor u telt, dit onderwerp. Ja, het telt denk ik voor onze inwoners, want daar gaat het uiteindelijk om. Wij zijn ervan overtuigd, maar de ministers Verhagen en Donner ook, dat die samenwerking tussen Den Haag en Rotterdam in het belang is van de inwoners van ons stukje Randstad. Er komt ook zoiets als een infrastructuurautoriteit. Dat klinkt ingewikkeld en moeilijk. Kunt u uitleggen wat dat is? Nou ja, dat gaat gewoon over beter openbaar vervoer, betere verkeersdoorstroming in dit deel van de Randstad. En dat is eigenlijk, zou je kunnen zeggen, de startmotor van de samenwerking tussen de Rotterdamse en de Haagse regio. Daar zit ook veel geld. En het is ook belangrijk dat dat geld rechtstreeks naar die samenwerking van Rotterdam en Den Haag gaat. Want er dreigt dat u dat geld niet zelf gaat krijgen. Nou ja, er zijn kennelijk allemaal weer andere ideeën over hoe dat precies in elkaar zit, weet ik ook niet. Wij zeggen, geef dat geld nu aan de Rotterdamse en de Haagse regio. Zoals nu overigens de twee stadsgewesten dat geld hebben. Geef dat aan ons, wij gaan er de goede dingen mee doen. Want u bent bang dat als dat geld niet bij uw gemeente komt, dat het anders loopt? Ja, dat denk ik wel. Het is per slot van rekening iets waar we enorm veel ervaring mee hebben, zowel de Rotterdamse als het Haagse stadsgewest. Dus laat ons dat nou gewoon doen. Dat is in het belang, want daar gaat het allemaal om, in het belang van onze inwoners. Nu klinkt dit al snel moeilijk en ingewikkeld. Dan gaat het over structuren en organisaties. Er vallen ontslagen, het gaat slecht met de economie. Zou u zich niet drukker moeten maken om andere zaken dan dit? Nee, het gaat juist om behoud van werkgelegenheid in dit stukje Randstad. Als we daar niet in blijven investeren in de komende jaren, dan loopt dit deel van de Randstad vast. De rest van de Randstad overigens ook. Dan zullen bedrijven zeggen, waarom zitten we hier eigenlijk nog? De hele kenniseconomie wordt over een aantal jaren alleen maar belangrijker. Daar moeten we nu in investeren. Twee stadsgewesten willen dat. Geef ze de ruimte, is mijn verhaal. En moet ik dan als Hagenaar of Hagenees bang zijn dat ik word overvleugeld door de Rotterdammers en de Rotterdamse mentaliteit? Nee, een Rotterdammer zou dezelfde vraag kunnen stellen. Nee, integendeel. Rotterdam blijft Rotterdam en Den Haag blijft Den Haag. Daar hoeft helemaal niemand bang voor te zijn. Tot slot, meer samenwerking. Betekent dat dus ook dat op een dag twee burgemeesters wel heel veel is voor twee steden?
Oh, dat is een heel verre toekomst, wie weet. Maar zoals ik net zei, Rotterdam blijft Rotterdam, Den Haag blijft Den Haag. Het samenwerken tussen die twee, wat we een aantal jaar geleden niet of nauwelijks deden, is iets nieuws. Nou, en ik hoop dat het kabinet in die nieuwe ontwikkeling ook zelf wil investeren.